10,000. Thousands. How many you think altogether? Geef me mijn telefoon, filmen. Thousands. How many you think altogether? Geef me mijn telefoon, filmen. Oh my god. Daar zie je zulke. Ja. Sorry, ik moet je langskomen, joh. Zo asociaal, heel iemand al zo ervoor piept. En ze stoppen hier ook gewoon allemaal een beetje. Opeens worden ze zo'n dikke groep zo. Ja. Dat is bizar, joh. Weet je, ze blijven komen, hè? Ja. Nou, daar is volgens mij een van de laatste. Er zijn er een paar laatste. Er zijn een stuk of 5, 6 op z'n minst. Die zijn er nog veel, hoor. Het zijn nog wel een paar honderd als ze daar zitten aankomen. Ja. Nou, dat gaan we even doen. They're still coming. Look this way, Luke. Ja, maar ik kan niet goed foto's komen. Oh, ja, ja, ja. Als je echt gaat kijken en dan zie je, kan je daar niet geloven. Ja, de zebra's komen er ook tussendoor, zie je dat? Ja. Ziek. Dat heb ik nooit gezien. Oh, ik zie dat voor dat komen zo. Ja. Zebras are like, what's all going on? I told you why they are together with them. Why is that? Oh, we're here in a moment. Because one of them, they had a very, very, very vision. Yeah? Good vision. Good vision. Zebra had a very good vision to see the animal. Ah. And the wildebeest, they had a very good noise for smelling. Ah. When they are smelling, they are just alert, the zebra to see. Okay. And another thing is for them, wildebeest are a little bit looser to take care of calves. Okay. So when the calves been lost, the zebras are taking care. Really? Yeah. So they help each other, one with sight, one with smell? Yeah. Als ik een leeuw was, zou ik hier komen. Ik kan hem filmen. Ja. Thousands and thousands and millions coming on this side. Unbelievable. So many. And driving down there. Well, they are so in a group. Because they can pick up from the group. Okay. Okay. 2,000. Look at my camera, Luke. Yeah, echt. Yeah, zijn daar is nog iets zebra. This is amazing, Albert. Yeah, that's why my plan. Yeah. From yesterday. Perfect. Good planning, Albert. He promised to see the great migration, and we are seeing it. Thousands of the wildebeest, and they just keep coming. Yeah, it's keeping coming. Maybe if you stay like 1 hour. Jeez, they keep still coming. Still coming. One hour. Yeah, genoeg, man. Unbelievable. Because there are a lot of them. Yeah, there's a lot. Van om te wel deze rij. Mooi. Kunnen we er nu door? Wat voor rechts? Volgens mij is daar een beetje het einde toch gekomen. Ja, kijk eens, man. Ja, achter Bianca komen er nog weer. Because they are coming in this place, in the plane, because they are safe for them. It's safer here from the lions. If I was a lion, I would follow them. The lion? Yeah, why doesn't the lion or the lion, when the migration of all the beasts like that, it seems. Is there like a supermarket? Yeah, it's a supermarket. Supermarket, yeah. So they don't care. Fresh meat? Yes, fresh meat. It's just amazing. Maar hier rennen ze en opeens gaan ze hier heel rustig. En gaan ze lekker eten, denk ik. So now they're gonna graze over to the left. They're gonna eat some grass. Yeah, they're gonna graze. Yeah.
They're gonna eat as eaten. Of them still coming. Yeah, it's unbelievable. Lots of zebras. It's interesting how the zebras help the wildebeest, like Albert was saying. Yeah, it is unreal, eh? Look at zebras. Yes, zebras. As follows. Waar zijn die ook, die zebras? De zebras zijn echt, die zijn echt, they're really friends with each other, hè? Ja, ja. Het lijkt bijna alsof ze de herders zijn, weet je wel? Zo van... And sometimes the zebras do a little jumping around, like woohoo! Ze allemaal groepen hebben. Die zebras hadden een groep en deze zebras wachten weer voor deze groep. Lijkt het echt op, hè? Ze wachten nu. Ja, maar daar komen er nog veel meer. Kijk hoe die achterste rent. En dat rent die echt wel. Het is beautiful. Het is echt net zoals die zebra. Ja, een herder. En daar is de zebra van, hè? Die kijkt of ze kan oversteken. Een keertje links, een keertje rechts. Een zebra zijn, kom het kijken. You see on the other side, you see all of them, their group, and it's still coming. Wow. Yeah? Yeah. Can you stop for 1 second right here? Yeah. Thank you. As you can see, you know. Yeah. You want to take a picture from here? No, it's okay. I had a good one. Oh, wait a minute. Bianca, one stick. Oh, it's okay. It's okay? Yeah. Great migration. Yes. Wow. Take care. Oh, we're going off-roading, guys. Not to off-road. Oh, no? Wow. Official road. Official road, but... Yeah, you know all the roads. So. This is official, but a small road. Yes. Albert. Oh, Albert. Is it like a 3,000-4,000? 3,000-4,000, okay. Wow. Andrew. We're still going way back there. And now we're going up to the front of the group, which we're almost up to. It's way up there still. Yeah? So now just taking the way they are. Okay, this picture here, guys. Lion, and so far, this is a supermarket for them. They don't care because every day they're just looking them. They're just selecting the day they want it. Here, exactly number, looking like a 4,000. What'd you say here? Ja, wat zei je over wat had je nou nooit gedacht? Kijk je naar deze. Dat er zoveel van die beesten. In één plek. Zo dichtbij zijn en waar je gewoon dus bij kan zijn. En het is zo. Ongelooflijk. Ja, mooi hè. Kijk eens een redding hier, Ger. Kijk eens die kant. Schitterend. Albert said this is nothing. Sometimes they have 3 million coming through like this. Albert said these are the leaders early. Half of them, this place is covered with wildebeest. You can see the grass. Really? The whole grass covered with wildebeest? Oh. So we're just starting to come. So are we in the middle of the Serengeti now? Or that's central? No, Serengeti, we pass it.